Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Infected Mob natuurlijk hier op Modern Warfare 3. Ik zei weer twee keer achter elkaar Modern Warfare 3. Maakt niet uit hè vriend? Nee? Oké, mooi zo. We gaan natuurlijk kijken of wij de mob kunnen halen in ongeveer 4 potjes Infected. Als het lukt is het mooi. Daar staat een Yara Core Camp 2005. Dus hallo maat. En daar loopt de allereerste Infected en hij is weer dood. Die vet is zo te zien niet heel erg goed. Dus het gaat een kwestie van tijd worden wanneer hij eindelijk 1 kill heeft gemaakt. En hij staat 3-24. Oh nee, dat vind ik zielig. Hij staat 3-24 man. Hoe moet die vent ooit een kill gaan maken? En de tijdlimiet is ook al bijna afgelopen. Ah nee, dit vind ik zielig. Jongens, we moeten hem een kill laten krijgen. Ik zweer het je. En hij is weer dood. Tom en Mark heet die gozer. En hij kan niemand killen. Dat weet ik in ieder geval wel. Holy shit. Tom en Mark, kom op maat. Oh, daar kan je... Oh, je kan er wel op. Holy shit. Doe dat eens dan. En iemand heeft suicide gedaan. Dus nu zijn er 2 infected. Kan je hierop staan? Dat wist ik helemaal niet. Check mijn spot, maat. Ik heb een nieuwe spot. Iedereen die kijkt nu deze... Iedereen die kijkt naar deze video en denkt van... Jan, die spot ken ik al 100.000 jaar lang. Maar ik ken hem niet. Dus ik heb een nieuwe spot ontdekt. Dus lekker En we moeten even kijken man. Er zijn nu 3 mensen infected op dit moment. Maar er moeten natuurlijk even wat meer mensen infected worden. Dus het is nu een kwestie van tijd. Dan worden er vanzelf meer infected. En we hebben nog 45 seconden op de klok staan. Nu nog 42, 41, 40. En in die tijd moeten wij ervoor zorgen dat we nog even een mob opdroppen. Dus ik ga proberen rondrennen. Want het is de bedoeling dat ik nu dus zoveel mogelijk kills... oppak. En hier ligt de tactical insertion. Dus dankjewel maat. En we hebben nog 30 seconden. Fuck. Nog maar 30 seconden. Dat is niet leuk. Dit vind ik niet aardig. Ik moet die kills nu oppakken. 20. 21. Let's go. Dat is weer een kill. Ik kan hier makkelijk de mob inhalen. Maar het potje zit erop. De tijdlimiet zit erop. Fuck. Ik heb een specialist bonus. Nee. Niet meer nijven. Kom op. Nog 10 seconden. Ik zweer het je. Ik ga het nu doen. Klaar. Nee, ik ben dood. 5 sevens. Kom op, ik wil het nu doen. Ik moet het nu doen, anders is het niet meer. Anders kan het niet meer. Oh, kut, nog 2 seconden. Nee, nee, de tijdlimiet. Fuck, en shit. Holy fuck, wat is nog 12 kills opgepakt. Als het potje langer had geduurd, had ik sowieso de mob gehad. Dat weet ik 100% zeker. Maar, dit was natuurlijk potje nummer 1. We gaan ongeveer 4 en 5 potjes spelen. Dus ik zie jullie zo meteen in het volgende potje. Game nummer 2. Alright, boys. Welkom bij game nummer 2 van deze Infected aflevering. We spelen zoals je kan zien op Lamp Seatown met de Beretta 50 kaliber in onze handen. Hier staat sowieso al iemand AFK. Dus hallo meneer. Kijk, kijk. Zijn dit jouw kippen? Hup, hup. Oh, what the fuck. Godverdomme. Dan word ik als eerste infected. En dan kill ik ook echt de persoon die AFK staat. En dan kill ik nog iemand die AFK staat. En dit vind ik niet leuk, man. Waarom moet ik nou weer als eerste infected worden, Call of Duty? Ik wou net zijn kippen doodmaken. En dan... Oké, maakt niet uit. Gooi die tactical insertion neer. We gaan kijken of we mensen kunnen nijven, man. Daar gaat het natuurlijk om. Dus kom maar hier. En, oh, die gaat er overheen. Fuck, er loopt er hier wel heen. Huh, en dan loopt er nog heen. Oké, eentje heb ik. Teammate loopt langs iemand, vriend. Dus ik weet niet of jij zit op te letten, maar als je langs iemand loopt, dan heb ik er zelf ook helemaal niks aan. En hoppatee, dat is er weer eentje erbij. En dan gaan we kijken of we er nog meer kunnen nijven. We hebben er al veel te pakken nu. En mijn tactical insertion is kapot. En holy shit, er lagen 4 Bouncy Betty's op die trap, gek. Ik dacht, nou ja, weet je, er zal wel 1 Bouncy Betty liggen. En in één keer 4. Op de trap. Dus ik kan ook niet gaan liggen. Want dat werkte natuurlijk dan niet. En... Oh, oh, oh. Oh, hij heeft me ook nog. Wat een beest. Wat een beest. Oké, teammate, knife hem. Heb je hem, teammate? Oh, lekker teammate. Een mooie teamwork hier, hoor. Ik pak hem van voren. Jij pakt hem van achter. Zo hoort te gaan. Oké. Mensen die hebben volgens mij niet in de gaten dat ze dit raampje ook moeten dekken. Dus dan kan ik mooi naar binnen lopen. En huppatee, dat is 1. En huppatee, dat is 2. Bouncing Betty. Mispoes. En huppatee, dat is... Oh, wat een beest. Hij heeft switchen naar zijn secondary. Oké, maakt niet uit. Nog 4 te gaan, jongens. Kom op. Als ik infected word, gaat die potjes altijd zo snel voorbij, jongen. Dat is niet normaal meer. 3, 2, 1. Gooi. Oh, net eroverheen. Hij is dood. Lekker gedaan, jongens. Lekker gedaan. Oké, waarschijnlijk ligt er of eentje hier op beneden. En... Dat is dus ook nog zo ook. Dus let's go. En als het goed is, ligt de laatste dan hier al helemaal daar. In dat gebouwtje. Je ziet ook al de skull staan. Dat uiteindelijk mijn teammate daar is doodgaan. Dus hij ligt in dat gebouw. Maar nog even die kippen nijven. Wacht, kom eens hier. Oh, kom eens hier. Dankjewel. En die andere ook. Dankjewel. Oké, let's go. Nu kunnen we doorgaan. Nu kunnen we nijven. Hij ligt er waarschijnlijk in dit gebouwtje, jongens. Maar dan moeten we wel even weten waar in dit gebouwtje. Ligt hij achter de toonbank? Achter de toonbank? Nee? Oh, hij nijft ook, zag je dat? Hij ligt er. Bij de container. Let's go, nijf hem. Let's go. Goed zo. Dit gebeurt dus als ik als eerste infected word. Dan gaan die pucks heel snel voorbij. Maar ja, dat gebeurt nou eenmaal ook als je natuurlijk infected wordt. Dan kan je als eerste infected worden. Maar, dit was game nummer 2. Ik ga jullie zo meteen hopelijk natuurlijk weer zien in game nummer 3. Dikke headshot met zijn nijf. Dus tot en met game nummer 3.
Alright boys, welkom bij game nummer 3 van deze Infected aflevering. We spelen nog vallen met de bret. En we gaan even kijken wat we kunnen gaan verrichten natuurlijk. 5-7 Akimo op een secondary zoals gewoonlijk. En we moeten even gaan knallen. Een probleem met deze Infected class is altijd dat je zo slow redt. Kijk uit. Ik zei nog kijk uit. Jammer Carlos, ik had je gewaarschuwd. Want hij zit... Oh kut. Holy shit, daar was ik even bijna dood gek. Woo! Holy fucking schuit. Als ik daar was dood gegaan, dan ging ik echt huilen. Maar dat maakt niet uit. Ik ben niet dood, daar gaat het natuurlijk om. En nu kunnen we gaan knallen. Ik gooi mijn Bouncing Betty aan deze kant neer. In dit gebouwtje, want dan kan ik op de andere kant gaan scopen. Dus even kijken. Bouncing Betty, ja, mooi. En dan kan ik op deze kant gaan campen. Want ze kunnen sowieso niet meer terugkomen. Dus nu is het een kwestie van campen. Wachten tot ze komen. En ze daarna killen. Zorgen dat je als je iemand hebt gekillt, zijn scavenger oppakt. Want anders heb je zo meteen niet genoeg ammo natuurlijk met deze kutclass. En dan komt het wel goed, man. En iemand is van high ground gevallen. Lekker slim, Philip. En hij is meteen een potje geliefd. Hij viel van high ground en werd infected. En meteen was hij geliefd, man. Wat een baas, die gozer. Oh shit, ik moet natuurlijk wel raak schieten. Oh my god, ik mis alles. Oh shit. Dat is... Oké, één tip voor jullie, jongens. Als je mob wil halen in infected, schiet raak. Ik denk dat dat een mooie tip is voor jullie allemaal. Wauw, man. Ik weet niet hoe ik daar zo scheef kon zijn, hoor. Sorry daarvoor. Ja, soms kan je nou eenmaal even... Soms heb je gewoon polio of zo. Dan kan je even niet meer raak schieten. En dat was nou net nu het geval. Maar laat ze maar komen, man. 5 mensen infected. Ze moeten sowieso naar me toe komen. Maar dat doen ze dus echt totaal niet. Jawel, er komt er één. Oh, je rent voor me weg, maat. Ben je bang of zo? Gaan we door mijn Bouncing Betty heen dan? Oh shit, er stond een muur voor. Er stond weer een muur voor. Kom dan naar me toe, alsjeblieft. Kom. Ik weet dat je me daar zit op te wachten, maar ik ga mooi niet op jou af, vriend. Uh-oh. Ik ben zo scheef vandaag, jongen. Jongens. Oh my god! Schiet nou eens raak, Jan! Ik zweer het je, ik kap met dit spel. Ik schiet alleen nog maar mis. Ah! Oh, ik moet raak schieten als ik kills wil krijgen. Ik zweer het je. Raak schieten. Raak schieten! Oh my god, ik zweer het je. Ik stop er echt mee. Ik heb nog geen één kogel geraakt met mijn bret. Oh jawel, 1 hitmark. Dat is alles. Ik heb al 1 hitmarker gehaald. En ja, daarna is het alleen nog maar bergafwaarts gegaan. Hitmarks op die persoon is... Kom maar. Kom maar. Oh, ook hitmarks op die persoon is. De tactical surgeon ligt daar. Dus kom maar. Kom maar tevoren. Voor maar tevoorschijn. Oeh, die was bijna raak, jongen. Die knife van hem. Maar bijna is nog niet helemaal. En nu moet ik scavenger gaan ophalen. Want anders komt het hier niet goed. Oh shit. Ik ben echt scheef vandaag. Ik kan nog ineens raak schieten met mijn 5-7's, man. Dit slaat alles. Oh he. Ik schiet raak en dan krijg ik een hitmarker. En lekker bezig, jongens. Kijk uit voor die tactical surgeon van die gozer. Jou heb ik. En jou heb ik ook. He. We hebben een kill, jongens, met onze beret. Mag ik even een applausje van jullie, alsjeblieft? Gun mij dat applausje. Ik zweer het je. Ik heb eindelijk een kill. Ik wil een applausje horen. Nou, eigenlijk niet, want omdat ik zo scheef was, klopt het eigenlijk niet dat ik dan een applausje krijg als ik eindelijk raak schiet. Want eigenlijk had ik al lang raak moeten schieten, dus het is gewoon mijn eigen schuld. Eigen schuld, dikke bult. Let's go. Ze zijn echt scheef vandaag. Ik ben scheef, maar die enemies zijn ook scheef, want die kunnen nog ineens een troonknife raak gooien, man. Hier, kijk dan. Team, weet je wel, en wel oppassen, want mijn Bouncing Betty ligt natuurlijk nog steeds achter me. Dus ze kunnen als het goed is nog steeds niet achter me komen. Maar natuurlijk is dat wel een kwestie van vertrouwen die ik heb in mijn teammates. Want als mijn teammates één iemand laten doorlopen... Dan komt hij natuurlijk gewoon in mijn ruggetje. Dus dat is nou net niet de bedoeling natuurlijk dat dat gaat gebeuren. Maar je weet het maar nooit, man. Ik heb bijvoorbeeld mij bijna de mol op. Hitmarken natuurlijk. Oh shit, die was weer scheef. Ja, Raski is weer scheef, maar ik heb hem. Maakt verder ook niet uit. Ik heb nog 3 kogels. Oké. Ik wil 3 mensen killen. 3 kogels, 3 mensen. 1. Oh shit, ik reload even. Ik moet nog 2 kogels raken nu. Oh shit, die was mis. Ja, oké, laat maar zitten. Oh, mijn Bouncing Betty, mijn Bouncing Betty. Terug. Terugtrekken! Ik heb de mohawk! Terugtrekken! Shitzooi! Er zit hier een enemy! Shitzooi! Oh shit! Hij loopt langs me, dankjewel! Oké, mohawk, ga af alsjeblieft! Nu afgaan! Dankjewel! Oké, let's go! Woo! We hebben mohawk gehaald, jongens! Ik was heel scheef, maar we hebben mohawk gehaald! Daar gaat het natuurlijk om! Teammate is ook in beweging gekomen, dus goed zo, jongen! En nu moeten we zorgen dat we nog natuurlijk even blijven... overleven. En ik ben echt scheef. Ik kan gewoon niet meer raak schieten vandaag. Hé, we schieten raak hoor. Double kill. Let's go. Huppatee. Ik moet ook mijn linkerkant blijven dekken. Want volgens mij ligt mijn teammate AFK. Dus die laat iedereen natuurlijk doorlopen dan. Oh shit. Ik schiet nu gewoon wat hoor. En hoop dat ik raak schiet. Want dan lopen er toch zoveel. Dat je eigenlijk nu niet kan missen joh. Ik hoef nu alleen maar te schieten. En dan hopen dat ik raak schiet. Ik moet ook mijn andere kant blijven dekken. Kom op. Reload even. Kut. Oh fuck. Ik ben dood. Ik ben dood. Jij raakt mij eens. Oh, ik ben dood. Fuck. 47 kills. Holy shit. 47 kills, mensen. Dit is awesome. En nog steeds is niet iedereen infected geworden. Dus dit,
Dit gaat de tijdlimiet worden gereached. Hey! Jammer vriend! Jammer vriend, je hebt het net niet overleefd, want de tijdlimiet zit over 3, 2, 1 seconde op. Dus die vent die had even pech gehad hier, oh. Let's go! Heerlijk potje neergezet. 48 kills gehaald in dit infected potje. Dus we gaan meteen natuurlijk door naar game nummer 4. Dus tot zo meteen, mensen. Alright boys, welkom bij game nummer 4 van deze infected aflevering. Het is zoals je kan zien op map Arcaden met de strijker in onze handen. En we gaan natuurlijk even kijken of wij de Moab nog een keer kunnen halen. Vorig potje was het gelukt. Ik hoop dat dit potje weer gaat lukken. En boom. Hela, kijk uit. Kijk uit. Kijk uit. Ik zei het nog. Kijk uit. Weer Carlos, hè. Oh shit, ik moet zelf ook uitkijken natuurlijk. Anders ga ik zelf ook dood. We blijven ten eerste eventjes hierboven lopen. Als het boven niet meer lukt, dan weten jullie wat ik ga doen. Ik ga dan meteen de Burgertown in en ik probeer daar kills op te pakken. Jongens, hebben jullie de kill nou? What the fuck? Er wordt hier net iemand genijfd, dus het zal wel. Ik weet het ook niet meer, joh. We blijven dus nu even boven lopen. Maar zoals je kan zien, iedereen die zit zo goed als al in de Burgertown. Behalve ik nu volgens mij, joh. Dus het is nu echt het is nu goed opletten, hoor. Want er zijn al 4 mensen infected. En ik moet nu alle kanten in de gaten houden, omdat iedereen van mijn gehele team in die Burgertown zit. Dus het is nu gewoon opletten, zo makkelijk is het. Linkkant in de gaten houden, roltrap in de gaten houden. Of gewoon, nou ja, roltrap is het niet, het is gewoon een normale trap. En dan komt het goed, man. Teammate, pak jij de linkerkant maar, dan werken we samen. Nee? Ah, hij rent gewoon weg. Dan niet, joh, ren maar lekker weg voor me. Hitmarker, en we hebben de kill, let's go. Specialist bonus is alweer binnen, man, dat is een goed teken. 5 mensen infect op dit moment. Ze moeten niet naar me toe komen, ik hoor ze onder me lopen. Dus waarschijnlijk gaan ze dan via de roltrap natuurlijk bij mijn teammates omhoog. Dus het is nu eventjes afwachten. Ik hoor ze allemaal lopen namelijk. Dus als ze via mijn linkerkant komen, ben ik de lul. 5 mensen infected, want er was weer 1 geliefd. Ik hoor ze. Hij komt daar. Nee, ze lopen nog steeds onder me. Ja, scheisje. Als ze via de andere kant komen, ben ik de lul. Wacht maar, ik kan het hier al lang volhouden, man. Ik heb mijn specialist bonus al, dus ik kan net... Nou ja, de infected rennen altijd sneller als jou. Maar ik kan ongeveer even snel rennen als het infected nu, omdat ik natuurlijk die specialist bonus heb. Dus het is nu gewoon geluk hebben dat ik net zie als er iemand naar me toe komt. Let's go, dat bedoel ik. Het is net zien natuurlijk als er iemand naar me toe komt, zodat ik hem kan killen. Als ik eentje over het hoofd zie, dan ben ik meteen de lul. Dus ik moet nu echt me concentreren. Let's go. Ja, ik moet me nu gaan concentreren hoor. Let's go, double kill. Ik moet alle tweede kant in de gaten houden. Want als er eentje slim doet, dan rent hij natuurlijk via de andere kant. Maar tot nu toe is dat nog helemaal niemand. Let's go, kom maar naar boven. Let's go, let's go. Shit, andere kant, nog steeds niet. Ah, ze doen niet slim, man, deze enemies. Ze kunnen me makkelijk killen hier, oh. Maar ze zijn gewoon niet slim. Zo makkelijk is het. Ze zijn gewoon niet slim bezig. Let's go, Ronaldo. Kut om met je tactical insertion. Oh, die kan ik net niet raken, jongen, die gozer. Wat een lucky bastard. Ik gooi mijn C4 gewoon op hem. Oh, hitmarker natuurlijk, joh. Jeraski krijgt weer zijn hitmarker, hoor. Zoals gewoonlijk. Let's go, Ronaldo. Zo'n erge Ronaldo ben je niet, jongen. Want Ronaldo, die gaat niet dood, vriend. Oh, shit. Dankjewel. Ik heb volgens mij bijna de mol op. Ik zweer het je. Ik heb hem echt bijna nu. Ze komen nog steeds niet via mijn linkerkant. Kut, daar komen ze nu allemaal. Oké, okay, ik heb de mol op. Ik heb de mol op. Ik heb de mol op. Nu kut ik deze twee. En dan roep ik mijn mol op in en ren ik weg. Weg, 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 weg. Weg. Kut, glas, kut, glas, kut, glas. Yes, mol op. Ga af, alsjeblieft. Ga af, ga af, ga af, ga af. Ga af, ga af. Kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Dankjewel, let's go. Woo! Moop is afgegaan. Ik moest even stilstaan, want we moesten even concentreren zodat er niemand naar me toe kon lopen. Oké, dit hebben we overleefd, man. Nog een moop erbij. Nu moeten we natuurlijk de rest ook nog overleven, want zij hebben nu een moop op hun kop. Met een EMP natuurlijk erbij. En nu moeten we proberen nog wat kills op te pakken. 11 mensen infected, laat ze niet meer komen. Ze lopen allemaal aan de andere kant van de map. Die vent is kaart geraakt, jongen. Holy shit. Mag ik hem killen, alsjeblieft? Laat mij hem killen. Dankjewel. Die heb ik ook. Zo, gek, je krijgt gewoon 800 XP, man. Voor een dubbel killetje. Dat is niet normaal als je natuurlijk nog niet max prestige bent. Maar ik ben al helemaal uitgeleveld, dus ik heb helemaal niks meer aan die XP. Maar het is wel awesome dat je zoveel XP krijgt, gek. Teammate heeft een kill met de auto, niks gedaan, maat. Nu is het goed opletten, hoor. Ik moet ook even scavenger hebben, by the way. Oké, dankjewel. Ik heb weer scavenger opgepakt. Blijf opletten nu. 1 throwing knife en je bent dood. Scavenger, scavenger, scavenger. Dank u. Kijk uit, er komen ze, teammates. Ze gaan nu komen. Kut, kut, kut. Oh, wat ben ik voor, debiel. Ik dacht dat hij al dood was. Ik dacht dat hij al dood was. Ik stop met schieten. Ik wil nog even door met schieten gaan. En dat was niet heel erg handig. Maakt niet uit. Shit happens. Nog even de laatste paar knife hier, want er ligt er hier nog veel meer. 3, 2, 1, go. Hup. Knife. Let's go. Er is weer 1 down. Ik snap niet waarom mijn teammates die fangs niet kunnen knife. Ik ren 1 keer naar boven en ik heb hem meteen. En die hebben jullie ook. Ligt er hier nog 1 in het plantje? Nee, daar ook niet. Dan leeft er nog 1. En we hebben nog 40 seconden om die gozer te zoeken. Ligt hij niet gewoon in de Burgertown, jongens?
Nee, hij ligt helemaal daar, hoor. Hij ligt helemaal daar, hoor. In constructie. Hij ligt bij die trap. Naast die trap in constructie, jongens. Naast die trap. Naast die trap. Jullie lopen allemaal langs hem. Jullie lopen allemaal langs hem. Hij ligt hier. Huppatee. Ze lopen allemaal langs hem, terwijl ze een UAV hadden. Dus goed gedaan, teammates. Maar we hebben dit potje gewonnen. We gaan nog één laatste potje natuurlijk erachteraan spelen. Dus ik zie jullie zo meteen in het allerlaatste potje. Game nummer 5. Recht in zijn poepgat. Daar zal hij niet zo blij mee zijn. Dus tot en met het laatste potje, mensen. 46-2 bij de wees mijn eindscore. Holy shit. Weer 46 kills, jongen. Dat is ziek. Alright, boys. Welkom bij het allerlaatste potje van deze infected aflevering. Het is op de map terminal, zoals je zelf ook wel ziet. Met de strijker in onze handen. We gaan proberen een beetje rond te rennen. Als het niet meer lukt, gaan we of tussen de hekjes staan. Of we gaan naar het glaswerk toe lopen. Dus 1-0. Kijk uit, hij zit hier. Kijk uit. Kijk uit. Goed zo, jongens. Oké, hij is dood. Hebben we daar geen last meer van? Als we even kijken, Matt Hippo 85 kill heeft gemaakt. Heeft natuurlijk geen strijker meer in zijn handen. Dus nu is het even afwachten dat hij een kill maakt. Dankjewel. En dan gaan we nu kijken of we wat mensen kunnen killen natuurlijk. We blijven hier ongeveer staan. Is er weer eentje down, dat is nummer 3. En als het niet meer lukt om hier te staan, dan gaan we natuurlijk een andere plek opzoeken. En oh, ik heb je ook nog. Nice, kijk uit. Kijk uit voor de throwing knife. Woo! Ik heb spannend zo te zien allemaal bij de aanval. Dus ik ga er gewoon op afrennen, want dan kan ik de kills op pakken. Joh. Tactical search van die gozer. Kom dan. Kom dan. Ik had in mijn rug. Oh shit. Oh my god. Dat was heel dom. Shit, man. Dat was heel dom, jongen. Ik hoorde hem in mijn rug lopen. Ik dacht, ik moet hier weg. En toen ging ik schieten. En toen dacht die vent ook. Ja, je bent weggelopen, jongen. Ah, shit, sorry. Nou, je maakt niet uit. Shit happens. Huppatee. Die knijven. 3, 2, 1. Die vent. Throwing knijven. Dankjewel. En dan deze vent. Knijven die hier bovenop loopt. Huppatee. En let's go. En deze ook. 3, 2, 1. Huppatee. Zo moet het gaan, jongens. Oké. De rest die zit zo te zien allemaal daar. Probeer ik daar wel even naartoe te lopen. Even kijken hoor. Oké, jongens. Ik weet waar jullie zitten. Dus even opletten. Oh shit. Oh fuck. Fuck. Oh my god. Ik dacht ik doe heel stil. Weet je. Ik doe sneaky. En dan ja. Oké, dat werkte niet helemaal volgens plan. Maar dat zagen jullie zelf ook wel waarschijnlijk. Ah shit, man. Ik had die vent makkelijk moeten killen gewoon. En oh, nu loopt hij hier weer. Kom hier. Nu heb ik je wel, maat. Hè. En oh, die had ik ook bijna, maar die rende te snel. Oké, er zitten er een paar hier achter in dat vliegtuig. Dus even kijken, want je kan hier zo naar boven klimmen natuurlijk. En dan... Oh, hij zit achter die tonnetjes. Fuck. Fuck. Maat. Waarom kan hij mij wel knijven en ik hem niet, jongen? Wat is dat nou weer wat bullshit? Nog één te gaan, jongens. Die loopt op de vleugel. 3, 2, 1. Go! Oh, hij knijft. Hij schiet mij ook echt neer, hè. Hij was bijna raak, jongen, die troonknijf. Waar gaat hij naartoe? Waar gaat hij naartoe? Achter je. En hij is genaaid. Let's go. Mooie kill, Sibrim. Of Sibme. Ik weet niet hoe die event heet. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van de Road to Live Infected Mob. Als je nou hebt genoten, mensen, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. In de beschrijving staat natuurlijk de vorige aflevering, mocht je die nog niet gezien hebben. En dan zeg ik, tot de volgende keer maar weer. En bye bye, mensen.